laten horen wat je daarmee kan doen met een elektronisch drumstel. Dit is de basisklank. Beetje typische Metallica-achtige, heel, laten we zeggen, nasale attack, dus veel midden in de basdrum. En nu, dames en heren, want in die TD-20, zelfs in die TD-9, zit ook een interne processor. En in de TD-20 is het zelfs zo dat er distortion, overdrive en lo-fi speciaal voor drumklanken in zit. En dan krijgt u dit. Op zich klinkt dat, die drum is kapot. De speakers zijn kapot. Maar in de muziek, zal u duidelijk horen, is dat heel interessant. Bovendien kan ik op die basdrum ook nog eens een basnoot zetten. De eerste keer in de geschiedenis van de muziek dat een bassist en een drummer echt samen klinken. Gitaar erbij. Oei, niet vandaag precies. Even terug. En een loopje en we zijn vertrokken. Listen to the TD-20. What the fuck?